eerste helft, NEC Udinese. Het is wat teleurstellend, 0-0. En Spartak zat voor in Londen tegen Tottenham. NEC ligt er op dit moment gewoon uit. Dat is de conclusie. Jan, we hebben de eerste helft bekeken. Wat vond je van de eerste helft? Nou, ik vind dat NEC het goed doet. Ze hebben enkele kansen gehad. En, we moeten nu alleen uitkijken dat het resultaat in Londen dat niet tegen gaat werken. Maar dan nog toe hebben ze de beste kansen en hebben ze eigenlijk de zaak onder controle. Ja, Van Beukering was goed op dreef. Wat vond je van hem? Wat voor indruk maakte hij? Een goed aanspeelpunt is het. En je ziet het, hij maakt zich een paar keer goed vrij. En ja, het is toch een man die in de 16 moet zijn. En dan is hij levensgevaarlijk. En zodra de kans is om op de goal te schieten, dan laat hij dat niet na. Hij probeert het wel, maar komt moeilijk door echt vlak voor de keeper. Hè? Het zijn allemaal afstandsschoten die dit ook weer heel snel gedraaid. Maar het zijn allemaal afstandsschoten, hè? Daar moet je het van hebben. Nee, maar goed, het is natuurlijk moeilijk om in de 16 te komen. Ik vind het wel knap hier ook dat hij zich vrij loopt. Want Udinese heeft natuurlijk ook nog een vrije man achter spelen. En het zijn toch verdedigers die goed kunnen dekken. Ja, hier komt weer die kans ook, van... Ja, goed, dit is... Een redelijke poging, maar niet echt gevaarlijk. Er zat weinig kracht achter dit schot. Dus... Ja, dat deed hij heel goed voor Beukering. We zagen hem, maar echt dichtbij kwamen ze niet. Bouazizan, die kwam wel een keer heel dichtbij de keeper, die solo. Ja, ik vind dat moeten ze ook meer doen om Van Beukering in de spits aan te spelen. En dan via de 1-2 doorkomen. Want daar hebben ze eigenlijk geen kaas voor gevreten. Want ze kijken vaak alleen maar naar de man. En dit is een levensgrote kans als hij een bal goed raakt, dan is het bingo. Ja, ja. Waarom gaat hij er dan nog steeds net niet in eigenlijk? Waar ligt dat nou aan? Ja, ik weet niet. Ik denk niet dat het de druk is, maar ik denk dat het... Ja, moeilijk te zeggen. Ja, jij bent de analist, Jan. Nee, het is toch moeilijk te zeggen. Ik denk dat het toch met de druk te maken heeft van de wedstrijd, zeg maar. Dat je zegt van... Ja, het moet te winnen eigenlijk. En nu het resultaat in Londen tegenvalt, wordt de druk alleen maar groter. Ja. We zagen kansen van Van Beukering, we zagen kansen van Bouazizan. Aan het eind, een paar keer, las de Schöne ook heel dichtbij, hè? Ja, maar dit is net niet. En we moeten natuurlijk zorgen dat... Ja, praat maar door. Dat we straks op een gegeven moment een van de kansen gaat benutten. Want anders moet je heel veel ruimte weggeven voor Udinese. En je hebt vandaag twee keer gezien dat ze de bal knullig verliezen op middenveld. En, wat doet hij nou verkeerd, Schöne? Nou ja, hij moet die bal laag houden. Hij gaat in feite gaat hij er al liggen voordat hij schiet. Ja, hij is ook niet links, hè? Hij is rechts, hè? Dus, en het is natuurlijk ook zijn zwakke linkerbeen. Dus. Ja. Die verdedigers, dat zijn harde jongens bij Udinese. Wisselhof die maakte er al even kennis mee. Dat shirt werd helemaal over zijn hoofd uitgetrokken. Je hebt het moment niet eens gezien, zei je. Nee, ik heb het niet gezien. Nee, we gaan even rustig kijken wat hier gebeurt. Hier wordt de shirt van Wisselhof bijna uitgetrokken. Ja, het is een heel vreemd moment. Ja, soms hebben ze niet alles op een rijtje. Ze zijn bikkelhard om het resultaat mee naar huis te nemen. Ja. Die verdedigers van Udinese, wat voor indruk maken zij op jou? Nou, ik moet eerlijk zeggen, niet echt Italiaans. Die nummer 6, wie nadat Felipe uitviel, dat is een bikkelharde verdediger. Maar zowel de links als rechts back vind ik niet echt goede backs. Nee. Het zijn voornamelijk de counters, hè, waar de Udinese gewoon op loert. Dat is heel duidelijk. Hè? De aanval NEC pakken ze over en heel snel eruit. Nou, je hebt het twee keer gezien. Het was omstreeks de 20e minuut een keer Subum die knullig balverlies. En nog een keer met de spelervatting voor NEC dat Schöne de bal niet onder controle kreeg. Kwamen ze er gelijk met 4-5 mensen uit. En, ja, ik heb al voor de wedstrijd gezegd, daar zijn ze levensgevaarlijk in. Ja, en dat blijkt ook wel. NEC Udinese, we zijn halverwege de wedstrijd. Het staat 0-0 en dat is geen goed resultaat. We zijn zo weer bij u terug. Have it all.
jij er straks echt niet meer bent, kun je ervoor zorgen dat zij door kan. Omdat er ook na de uitvaart nog zoveel betaald en geregeld moet worden, introduceert Dela het Leefdoorplan. Dela, voor elkaar. Schoonheid is genieten, schoonheid laat je zien. Schoonheid ben jezelf, bij Schoonheidsinstituut Doreen. Voor mijn topprestaties maakte ik gebruik van het beste. En voor mijn schoonheid doe ik dat nu ook. Doreen weet wat mijn huid nodig heeft. Nieuw, zelfs lichte haartjes weg in de flits. Laat je schoonheid nu maar zien, Schoonheidsinstituut Doreen. Brouwerstraat 14 in Druten of kijk op schoonheidsinstituutdoreen.nl. Zaterdag super sale bij Carpetrite. Met 20% extra kassenkorting bovenop tapijt. Op topkwaliteit laminaat, op prachtig vinyl en op onze schitterende collectie vloerkleden. 20% extra kassenkorting. Alleen deze zaterdag bij Carpetrite. Janssen Totaalwonen in Huizen. Daar vindt u alles onder één dak. 15.000 vierkante meter woonplezier. U vindt er alles op het gebied van keukens, meubelen, slaapkamers, badkamers, vloeren en woontextiel. Zelfs voor alle mogelijke accessoires voor uw keuken en woonkamer kunt u bij ons terecht. Kom naar Janssen Totaalwonen in Huizen en laat u verrassen door ons complete assortiment. Het gemak van alles onder één dak. Janssen Totaalwonen in Huizen. Tweede kerstdag geopend vanaf 12 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de slaapspecialist in Drempt en Schoonenbergreclame in Druten. Ja, rust in Nijmegen bij NEC Udinese. Er is niet gescoord, er is wel gescoord in Londen. Spartak Moskou staat 2-0 voor tegen Tottenham. Dus op dit moment ligt NEC eruit. Ja, dat weet je dan als coach als je de kleedkamer ingaat. Jan Peters, ja, wat zou Mario Been nou moeten doen? Nou, ik denk in ieder geval eerste kwartier nog even aankijken hoe de wedstrijd hier loopt. En of het resultaat verandert in Londen, zo niet, dan vind ik dat moet hij Vabanka spelen. Dan moet hij achterin 1-1 gaan spelen en een extra spits die John erin brengen. En met Van der Beukering en dan Schöne erachter. En dan met lange ballen proberen wat klaar te spelen. Dat is dan echt de enige mogelijkheid, nog maar alles of niets? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je eruit gaat met 0-0 of je verliest, dat wil ik zeggen. Je moet gewoon proberen dan die drie punten in thuis te houden. Ja, toch een enorme verrassing, hè? Dat Spartak voorstaat tegen Tottenham. Ja, maar zoals hier ook al, Udinese speelt ook met een paar invallers. Misschien speelt Tottenham ook met een tweede helft. En dat vind ik juist jammer. Tottenham is in feite bijna gekwalificeerd. En dan gaan ze misschien wat invallers de kans geven. En dat, dan zie je toch vaak dat dat net niet lukt. En dat gaat dan ten koste van NEC. Nou, je wens is al verhoord, Jan. Je ziet het, Colin John staat al klaar om in te vallen. Dus die zal er dan zo wel inkomen. Dus even de vraag wie eruit gaat. Wat zullen we dan zo wel horen? We gaan naar de tweede helft. De spelers staan al klaar. De laatste 45 minuten misschien Europees gezien van NEC. En dan zullen we wel zien of NEC het klaarspeelt om toch zich te plaatsen voor die volgende ronde. Nog 45 minuten NEC Udinese. We gaan over naar commentator Frank Wielaert. Collins John staat klaar om in te vallen. Als de vierde man het goed vindt, maar er moet nog een armbandje af. Dat is nu geregeld en dan mag hij erin voor Tiba Zonkiza. Die is in de kleedkamer achtergebleven. Een versterkte centrumaanval dus. Met Collins John die naar de kapper is geweest. Heeft voornamelijk wat weggeschoren. Van Beukering. Siebum. Donizzi kan de bal zo achter laten lopen. En Van Beukering maakt haast. En Bellardi overlegt quasi nog iets met Donizzi. Ja, dat ga je nu zien. Kijk, want Udinese hoeft niet. En met deze stand hoeft Tottenham Hotspur ook niet. Die moeten pas als NEC gaat scoren. Voor de zekerheid. Sanchez.
tegen Wisscherhoff. Naar binnen toe. Isla. Davids. Nef. Een goal van Udinese is nu dodelijk. In deze situatie. Van Beukering. Bouhouzan. Schöne. Bouhouzan. Eén man kwijt. Bal ook kwijt. Nef, weer over Bouhouzan heen en weer vindt Matejek het goed. Een overtreding later fluit hij dan toch voor iets waarvan je denkt, nou, dat is toch ongeveer hetzelfde. Aardig balletje van Beukering. Siebum. Floro Flores levert zomaar weer in bij Siebum. Bal diep, 2 tegen 1. Collins John, buitenspel gegeven. Dan hoeft dit niet meer. Dan hoeft dit niet meer. En Domitie voetbalt dan quasi nog maar even door. Ja, Udinese is niet van plan mee te werken aan een Nijmeegs feestje. En dat terwijl deze twee clubs in januari toch echt gaan praten over samenwerking. Udinese heeft 40 spelers onder contract. Daar moeten er een paar toch ook elders van gaan spelen. En het idee is dat er een paar, of één, bij NEC terechtkomt of komen. Maar vandaag even geen vrienden. Dat is duidelijk. Van Beukering. Dit is goed. Nu snel genoeg. Bouhouzan. Ja, Schöne met rug naar de goal. Dan is hij nou net niet degene die daar moet staan met rug naar de goal. Buitenspel, ja. Collins John en John van Beukering allebei iets te rustig teruggelopen. Hij sprong voor de vorm, maar wist wat het resultaat ervan zou zijn. Een vrije trap tegen. Collins John. Obodo. Ja, Domitie maakt geen vrienden. In Nijmegen. Het centrale verdedigingsduo overigens wel. Normaal basisspelers. Koda en Domitie. Floro Flores verliest het sprintduel van Davids. Daar is hij weer. Floro Flores. Obodo. Isla, Obodo. Het mag door. Floro Flores. Sanchez in de diepte, hier. Die gaat maar weer liggen. Nog een beetje schoppen. Van Beukering. Half is te weinig. Inler. De
is grof goed. En nou die bal gelijk diep, maar dat is niet zorgvuldig genoeg. Bouhouzan. Obodo opzoeken maar. Van Beukering. Misgrof. Fernandes. Aardig doorkoppen. Schöne. Kan niet schieten. Obodo gooit zich ervoor. En Zomer kiest voor zekerheid. 1 tegen 1 met Floro Flores. Schöne. Fernandes. Op links is Bouhouzan helemaal vrij. Oeh. Ja, dat is een overtreding en een kaart. Maar die kaart komt niet. Domici was de man van de tackle. Was gewoon te laat. Tackle van achteren is geel. Maar niet bij Matijek vandaag. Is dit dan een moment? De man achter de bal wordt toegezongen. De muur van Udinese kruipt dichterbij. Dit is geen 9 meter, dit is eerder 5 meter. En het wordt nu langzaam 4 meter, maar ze blijven allemaal staan. Bal blijft hangen. Inler werkt weg. Het enthousiasme in het stadion van voorrust van het begin van de wedstrijd is nu omgeslagen in pure spanning. Gaat het nog lukken? Wordt het wel een feestje vanavond? Want dat was toch de bedoeling. Nef zit er goed tussen bij Bouhouzan. De Zwitser. El Achoui prima verdedigd. En nou Bouhouzan met ruimte, want Nef is weg. Moet wel opschieten. Iets beslissen. Een actie ondernemen. Dat doet hij te laat. Handen van El Achoui. Bouhouzan. Kan hij wat forceren? Schöne. Moeilijke bal voor hem. Collins John uitstekend. En dan zoekt Van Beukering zijn tegenstander op. Wordt ondersteboven gelopen. Domici ruziet wat. Matijek is al lang ergens anders aan het kijken. Namelijk hier. Bij Sanchez. 1 tegen 1 met Wisselhof. Dat is lastig. Want Sanchez is handig en snel. Wisselhof is een prima verdediger. Isla. Floro Flores. En ook Zomer is een prima verdediger. Goeie lange bal van El Achoui op Sibum. Die kan heel hard schieten ineens, maar durft het niet. Nu wel. Oh, dit is net niet lekker op doel. En net niet lekker voor het doel. Uitstekende paas van El Achoui. En je zou denken, durf dan. Maar ja, doe het maar eens. Schöne. Schöne. Oh, achter Dani van Anders. Goeie bal op Schöne. Oh, net niet lekker aangenomen. Obodo geeft hem zo aan Van Beukering. Die valt, maar ja. Matijek zegt bal gespeeld. Dat waag ik te betwijfelen. Of het een penalty was, waag ik ook te betwijfelen.
Floro Flores. Weer prima. Van Zomer. Dani Fernandes zoekt de diepte. En Vince Schöne. Aardige voorzet. Weggewerkt door Cora. Siebum. Ingler. Prima van El Achoui. De diepte weggehaald daar bij Isla. Aan de zijlijn loopt intussen ook El Kabir warm. Weer een aanvaller. Mocht het niet snel genoeg 1-0 worden hier, dan zal hij ongetwijfeld komen. Floro Flores levert zomaar in. Goeie bal op Van Beukering. Van Beukering, oh. En dan die bal voor. En daar is Collision niet op tijd. En achterin is Boa Ozan ook niet op tijd. Maar je had toch gedacht Van Beukering moet schieten. NEC dringt wel aan. Komt eraan. Isla. Sanchez. Pasquale. Voorzet weggewerkt door Zomer. Bodo. Kan achteruit, doet het niet. Inler. Koda. Diepte gezocht bij Floro Flores. Die verliest van Wisgerof. Obodo. Inler. Geen probleem. Van Beukering. Oh. Raakt die bal niet goed genoeg. Wilde Collision wel de diepte insturen. En intussen gebeurt het aan de andere kant met Isla. Zomerruimte op voor nu. Sanchez. Krijgt een duel, maar het mag. Van Matejek die er bovenop staat. En dan krijgt nu NEC de vrije trap mee. En na een uur voetballen gaan de mensen in het stadion zien dat het in Londen nog onveranderd is. En onverantwoord ook. Voor NEC dan. Nog steeds 2-0 dus voor Spartak. Je zou denken, dan krijgt Belardi daar overtreding mee. Terwijl volgens mij Wisgerof gewoon recht omhoog gaat. Buiten het doelgebied. Belardi mist het. Dan gaat die bal wel weg. Die wil ik nog wel eens zien. Nou. Daar kan dat, zou je zeggen.
De Italianen gaan wisselen. Isla heeft een uur gespeeld, zijn ritme opgedaan. Na een maand afwezigheid door een enkel blessure. Hij gaat eraf. Lukovic komt erin. Middenvelder eraf. Linksback erin. Dan is Pasquale nu geen linksback meer. Dan gaat hij weer links op het middenveld spelen. Daar waar hij de wedstrijd begon. Prima, Dani Fernandes. Oh nee, dit is te diep denk ik voor Van Beukering. Of haalt hij het nog? Nou, hij maakt er een ingooi van, dat is het maximale. Inspeelpaas van Dani Fernandes was net te hard. En ik denk dat Tottenham Hotspur in Londen pas actie onderneemt als NEC hier 1-0 maakt. Dan zou het ze wel eens te heet onder de voeten kunnen worden. Goeie doorkopbal van Dani Fernandes. Die inmiddels ook middenvelder is geworden. Nou, dit is toch een potje vrij worstelen dat gewoon allemaal mag. Donizzi met Collins John. Matejek staat er met zijn neus bovenop en vindt het allemaal prima. Intussen aan de andere kant Floro Flores en hij verliest weer. Krijgt geen poot aan de grond bij het centrale verdedigingsduo van NEC. Dani Fernandes. Schöne. Dani Fernandes wordt gewoon ondersteboven gebeukt door Pasquale. Het mag. Schöne. Is Lukovic de baas? Dat vindt ook Matejek. En Schöne is het zat al dat geduw en getrek. Grijpt niet eens in. Grijpt niet eens in dat Sanchez daar vlak voor die vrije trap gaat staan van El Achoui. Hij vindt het allemaal prima. En dit dan. Domici. Het wordt tijd dat de Tsjechen, de heren scheidsrechters, ietsje scherper gaan opletten. Want dat vrije gedoe uit de eerste helft, dat gaat nu wel een beetje heel erg de verkeerde kant op. Domici, die centrale verdediger van Udinese, die heeft inmiddels toch het idee dat hij in een vrijstaat leeft, dat alles mag. He? En die Sanchez, die heeft dat toch ook, als je zo omgaat met die overtreding en dan nu. Volgens mij gebeurt er niet zo heel erg veel, maar krijgt Pasquale direct geel. Overtreding op Dani Fernandes. En die Sanchez, die staat er gewoon weer. Hij heeft zijn oorwarmetjes afgedaan. Zo koud is het ook niet. Siebum met de diepe bal richting Collins John en Van Beukering. Van Beukering! Oh! Zo, daar moet die bal liggen. Dat is de boodschap van Dani Fernandes. Nee, zegt Bellardi. Daar moet die bal op. Intussen kijken we nog even naar die kopkans van Beukering. Prima. Prima gekopt. Net niet helemaal goed. Bellardi heeft intussen de maximale tijd gepakt met die uitrap. En het balbezit is weer een NEC. Koda werkt weg. Siebum krijgt een duw van Pasquale. Nog een duw, nog een schop. Pasquale. 3 meter afstand heeft hij. Van Beukering.
Domici vindt dat wel lekker, een beetje die lijf-aan-lijf gevechten. Houdt hij al van een Obodo? Leidt nu de counter in. Met Sanchez. Houdt die bal binnen. Inler. Daar is Motta. Het stappen werkt niet. En dan gaat die bal binnen. Ja, dan gaat die bal binnen. Nee, dan is het buitenspel, of niet? Ja. Die assistent scheidsrechter doet niks, hoor. Het is Hens, dat is het. Floro Flores. Goed gezien, nu wel even, van Matejek. Als het moet, dan ziet hij het wel. Dat wil zeggen als het beslissend is, want dat was het zeker geweest. Bouhouzan, ga maar door. Ga maar door. Bouhouzan, oh! En dan krijgen we in het stadion door dat Tottenham Hotspur heeft gescoord. 1-2 en dan is één goal genoeg van NEC. En daar komt hij, oh! De kopkans van Zomer. Bellardi is weer gaan liggen. De corner prima. Het metertje ruimte en de reactie van Bellardi. Het publiek vindt het nu weer leuk. Eén goals is genoeg. In Nijmegen kunnen ze rekenen. Geen probleem. El Achoui. Inler werkt weg. Obodo doet de rest. Flores. En El Achoui. Nou ja. Hij snapt het wel, hij liep gelijk weg. Brinese wil gaan wisselen. D'Agostini komt erin. En Motta gaat eraf. D'Agostino. De spelmaker. Motta heeft geen haast. De hensbal hier nog even van Floro Flores. Goed te zien en ook goed gezien van Matejek. Het moet gezegd. Hij ziet een heleboel niet, maar dit zag hij wel. Daardoor blijft ook NEC in de race. Obodo. Sanchez nu van de andere kant. Bouhouzan. Bereikt Van Beukering niet. Sanchez, goede ingreep van El Achoui. NEC houdt nu veel mensen voor de bal en David zit hier uitstekend tussen. Udinese juist veel mensen achter de bal. Floro Flores eenzaam voorin. Obodo. Sibum maakt het hem zo moeilijk als het kan. Maar dat mag niet. Wisscherhoff, lastige bal. Zekerheid voor alles. Onder druk van Pasquale.
D'Agostino. Sanchez. Zomer. Half. Neves daar op Sanchez. Nog een keer. Vrije kopkans hoor van Floro Flores. Maar die raakt die bal totaal verkeerd. Pasquale. En dan is die bal achter geweest. Ja, Udinese gaat nu kansen krijgen. Omdat NEC zoveel mogelijk mensen voorin houdt. En die 0-0 hier zo lang mogelijk overeind wil houden. Collins John. Bouhouzan. Gewoon in de fuik. En dan komt Udinese er weer uit. Met Sanchez. Inler. Daar is de ruimte. Maar ook Peter Wiskerhof. En de ruimte dan bij Fernandez. Wordt dichtgelopen door Sibum. Dan moet Wiskerhof door. Sibum. Van Beukering. Verliest. En dan is er weer ruimte voor de omschakeling. Buitenspel. Floro Flores. Het is niet zijn avond. Dat het 2-2 wordt bij Tottenham. En dan Collins John scoort. En die wordt helemaal gek. Die gaat geel krijgen. Want zijn shirt gaat uit. Maar met nog dikke kwartier te spelen. Komt NEC op 1-0. Daar heel handig van Beukering zegt. Die Domitie aan de kant gezet. En dan de ruimte. Koda legt hem daar klaar. De ruimte is er voor Collins John. Bal van richting veranderd. Bellardi is kansloos. En NEC is door. Op dit moment. Dit is het shirt van Collins John. Alles is uit. Hemdje uit. Shirtje uit. Is de kaart al klaar of is die al gegeven? Is klaar om gegeven te worden. Ja, prima joh. Collins John. Maakt hij de gouden goal voor NEC. Ja, nog een kwartier te gaan. En het is feest. En het mooie is, NEC kan nu een goal hebben. Want 1-1 is ook goed genoeg. Dan komt alles precies gelijk te staan. En dan heeft NEC meer uitgoals gemaakt. Ja, daarom die onrust nu in Nijmegen in de Goffert. Pak de rekenmachine er maar bij. 2-2 bij Tottenham Hotspur tegen Spartak. De Londenaren zijn helemaal terug. En kunnen nog eerste worden. Als ze winnen en NEC wint hier ook. Dan is Udinese 2 en Tottenham 1. Collins John sterk. Ja, die had dit nodig, een goaltje. Wat zeg ik? Een goal van je welste, want die is zo belangrijk. Ja, nu heeft Nijmegen tijd.
Schöne met de corner. Legt de bal nog een keer goed. En nog een corner. Ja, begrijp me goed. Udinese vindt het niet heel erg hoor dit. Van Beukering. Nog een corner. Dan schiet er nog maar één bij, gewoon voor de zekerheid. Dan kunnen we pas echt gaan rekenen. Daar wil ik nog niet aan denken. Oh, daar was hij bijna weer. Oh, daar gaat hij, Van Beukering. Ja, ja, schiet er maar één bij voor de zekerheid. Johnny van Beukering. Schiet NEC naar de volgende ronde. Het moet nu toch gek gaan, zeg. NEC ligt op een hoop voor de fanatieke aanhang. En die worden helemaal gek. Wat zeg ik? Het hele stadion wordt helemaal gek. Collins John bijna. En dan is dit Van Beukering ten voeten uit. Moeilijke bal. Half hoog. Kijk eens. Niet makkelijk hoor dit. Loopzuiver. Zomer is wijs, laat het aan de spits. En die, oh, hij wil hem bijna dat shirt uittrekken. Daar hebben ze hier een reputatie mee in Nijmegen. Net nog bevestigd door Collins John. Kijk, en nou lacht hij echt. Ja, ja. Je doet het, jongen. Dat zie je hem denken. Hoe is dit mogelijk? We doen het. NEC 2-0 tegen Udinese. De ploeg die alles won. Makkelijk won. Simpel won. Lekker won van al die tegenstanders. En NEC staat met 2-0 voor in eigen huis. Oké, Udinese hoeft niet meer. Schöne. Inler. Ja, daar zijn die Italianen wel van onder de indruk. De linies zijn gelijk ver uit elkaar. Obodo, even opletten. Want je kunt wel wat goals hebben nu, maar je moet het er niet op gokken. Floro Flores, aardig. Ja, daar is deze Hongaarse international niet van onder de indruk hoor. Goeie aanname, ver van de goal, geen probleem voor Gábor Babos. Met nog 10 minuten te spelen is het feest in de Goffert. Ik zal proberen voor te rekenen. Tottenham Hotspur, Spartak 2-2. Dat betekent dat NEC met minimaal hetzelfde resultaat ook door is. Dat betekent dat NEC 2 goals kan hebben in 10 minuten tijd. En dan is er niets aan de hand als er niets verandert. Laat dat duidelijk zijn, als er niets verandert in Londen. Het wonder is in de maak. Het wonder van NEC. Het superjaar 2008. Krijgt hier zijn beloning. En achter Babels staat het uitvak in de brand. Daar is flink wat rook. Een klein beetje vuur. Daar. De bal is aan de andere kant. Maar dit is brand. Dat mag duidelijk zijn. Rust. Rust bij Babels. Rust bij Zomer. NEC gaat de koker in. Morgen mag het meelopen. Tegen een nummer 1 uit een andere pool. Boeuzan. Boeuzan, schiet maar. Ja, dit is ook leuk. Oh. Loop maar door, schiet maar. Yo! Ja, gaat te makkelijk. Belardi is nu boos. Boos op de scheidsrechter ook. Gele kaart van de scheidsrechter ook. Terwijl we nog even kijken naar Boazan, die toch handig overeind blijft hoor. Tegen Koda. Domici, geen probleem. Hij heeft de gele kaart te pakken.
voor piepen, zullen we maar zeggen. Dat kunnen ze goed. Dat staan ze nog steeds te doen met Obodo. Piepen en klagen. Het scenario Mario Been werkt. Eén helft kijken, wachten, wat gebeurt er in Londen, ingrijpen en afmaken. Klinkt zo simpel. Jongen. Wischerov. Lukovic. Ingooi en essay. NEC won van Dynamo Boekarest. Ongelooflijk vond iedereen dat in Nijmegen. De groepsfase bereikt. Eerste twee wedstrijden verloren. Heel jammer. Tegen Dynamo Zagreb uit. En gewoon niet goed genoeg tegen Tottenham Hotspur thuis. Wat volgde was het wonder van Moskou. 1-0 achter na een paar minuten. 2-1 winnen vlak voor tijd. En vandaag geeft NEC zichzelf de ultieme beloning. Voor een jaar waarin alles wat het aanraakte, wat de ploeg aanraakte, in goud verandert. Lukovic, diepe bal, Sibum. Inler legt zich er nog niet bij neer. D'Agostino. Bereikt Pasquale niet. Lukovic. Wischerov. En dan raakt Babels die bal niet lekker, maar op zich is er niks aan de hand. Kijk, Udinese wil zich ook niet weg laten spelen. Het gaat al zo slecht in de competitie. Dan wil dit elftal dat toch voor de helft uit tweede garnituur bestaat, niet ook nog eens verliezen van wie ook alweer. NEC nooit van gehoord. Na januari gaan ze samenwerken. Dit is een aardig visitekaartje. Overtreding tegen Fernandes. D'Agostino. En hierom is hij spelmaker. Dan staat Pasquale buiten spel, maar daar kan D'Agostino niks aan doen. D'Agostino, diepe bal. Floro Flores gezocht. Hensbal van Schöne. Obodo zegt nog, weet je het wel, Hens. Nou is Domici boos omdat hij die bal niet snel genoeg krijgt. D'Agostino met de vrije trap. De kopkans voor Floro Flores.
Het is op de hensbal na de beste kans die hij heeft gekregen. Feest in de Goffert. Even voor de duidelijkheid, met nog een paar minuten te spelen. Spartak moet er in Londen 2 maken. 1 is niet genoeg. Dan wint NEC op doelsaldo. Korda. Daar mag het allemaal. Dani Fernandes. Sanchez. En Zomer. Daar hoef je geen zorgen om te maken om Zomer. Altijd een 7. 7 min misschien, 7 plus. Twee minuten nog. En dan is het sprookje van NEC ineens waar. Je zou bijna willen zeggen, dan wordt de kikker een prins. Prins Been, klinkt wel leuk. Loopt er maar achteraan. Oh, dan hebben ze te laat in de gaten. Boazan, doe het maar. Ja, Boazan. Nee, nee, nee. Niet de juiste richting. Was ook te leuk. Bellard die loopt nog vol door op Boazan. Gewoon een lukrake trap en iedereen denkt, laat maar gaan. De topscorer in Europa van NEC mag eraf. Johnny van Beukering. Hij maakte weer belangrijke goals. Ook in Europa kan hij. Tim Jansen komt erin. Maakte een belangrijke goal tegen Dynamo Boekarest. Maakte een belangrijke goal in Moskou tegen Spartak. En maakt vanavond weer een belangrijke goal. Schoot NEC naar zekerheid. Siebum, er komen nog 3 minuten extra tijd bij. Ik zou willen zeggen, mooi, dat is 3 minuten extra feest. Heel NEC wordt gekozen tot man of the match. Ja, ach ja. Team van het jaar. Ja, wat wil je? Er is maar 1 team, 1 NEC. 2008, een droomjaar. Mooier was het nooit. En de kroon op het werk is overwinteren in Europa. Morgen gaat NEC in de beker en dan zegt heel Europa, wie? Lukovic onder druk bij Tim Jansen. Die heeft nog wel zin. Scoorde ook uit in Zagreb. Toen dacht NEC dat ze hadden gewonnen. Tot 10 minuten voor tijd was dat ook zo. Sanchez.
Sibum, alle tijd. High fives worden gegeven daar in de dugout. En die worden gegeven omdat het afgelopen is in Londen. Het wordt heel druk nu bij de dugout. High fives richting Mario Been. Daar blijft het dus 2-2. Is er dus niets aan de hand voor de Udinese? Die worden gewoon eerste. En NEC wordt gewoon derde. En dan kun je maar één ding zeggen. Wat van tevoren al werd gezegd, ook door Jan Peters. Het is, kijk, dit is mooi. Het publiek en de breed grijnzende Mario Been. Dik en dik verdiend gaat NEC door naar de volgende ronde. Want wat was het goed bij Dynamo Zagreb. Maar net niet goed genoeg voor de winst of een gelijkspel. En wat durfde NEC uit bij Spartak Moskou. En wat was dat wel goed genoeg. En wat durfde NEC vandaag weer en deed het gewoon wat het moest doen. Gewoon, zeg ik dan. Het publiek staat. Wacht op Matejek, de Tsjech, de scheidsrechter. Fluit maar af. Het publiek is er klaar voor. Het wordt een nachtlang feest in Nijmegen. Hij raapt de bal op en dan is het klaar. Nijmegen ontploft, letterlijk en figuurlijk. Er wordt vuurwerk afgestoken op de Goffertweide. Terwijl wij kijken naar het feestende publiek. De feestende spelers die het veld oprennen. Het wonder geschiet. De droom komt uit. Het sprookje. Het is geen sprookje. Het sprookje is waar. Hier staat het. Klip en klaar. 6 punten. NEC, het lelijke eentje van Pool D. Dat kon toch niet? NEC door. Dat kon dus wel. NEC is door in Europa. Gaat morgen in de koker. En loopt mee voor 2 wedstrijden. Eind februari is de eerste. En Nijmegen is tot die tijd in de ban van Europa. In de ban van 2008. In de ban van dit NEC. Dit NEC. Dik en dik verdiend. Komt u uit Nijmegen, wordt het een herrie. Neem het een nachtje voor lief. NEC is door in Europa. Ongelooflijk, onvoorstelbaar mooi. Mario Been, hij wil naar Italië. Hij wil namaken. Nou, dat heeft hij vanavond gedaan. Italië heeft hem kunnen zien. Zijn ploeg wint met 2-0 van Udinese. En overwint het in Europa. Geschiedenis zet zich voort. En zo ziet dat eruit. Winnen met Mario Been. En dan wordt tegelijkertijd, dat pik ik nog even mee, bekendgemaakt in een vol stadion, dik 12.000 mensen, dat de trainer zijn handtekening heeft gezet. De consumptiebonnen zijn binnen, zullen we maar zeggen. Hij hing het nog op, zei hij gisteravond. Nou, dat bonnenboekje is geregeld. Mario Been blijft tot 2012. En waarom ook niet? Met zo'n elftal, dat zo kan presteren. En dit publiek, dat met volle teugen geniet. Mario Been en NEC. Een subliem huwelijk.
mirakel is geschied. NEC is door in de Europa Cup. Morgen wordt het dus geloot. Een superjaar, een droomjaar. Jan Peters, jij moet ook genoten hebben op de tribune. Ja, dit is geweldig. Ze hebben het ook helemaal zelf afgedwongen. We kunnen wel weer zeggen dat Udinese zwak was. Maar ik vond dat NEC een sterke wedstrijd speelde. En volkomen verdiend gezien alle wedstrijden doorgaat naar de volgende ronde. Ja, hoe proefde jij die ontlading bij die 1-0? Ja, dat is geweldig. Kijk, je weet dat het in Londen 2-1 wordt. En gelijk daarna scoor je 1-0. En ja, dit is natuurlijk voor de jongens ook een droom. Hè? Want als we terugdenken aan een jaar terug, toen zag het er allemaal wat anders uit. Hè? Ja, ja, zo snel gaat voetbal, hè? Zo ja, snel gaat maar voetbal. Dat is het fijne. Ja. Jij zei al, Collins Jones moet erin komen. Jij dacht eerst om na een kwartier, hij kwam er gelijk in. Heel belangrijk, hè? Ja, je zag het. Hij ging eigenlijk met Dani aan de rechterkant een beetje hangend. En John met Van der Beukering in het centrum. En daar hadden ze erg veel problemen mee. Kijk, John is wat loopwerk betreft natuurlijk niet zo geweldig. Maar in de lucht en bal afschermen is hij levensgevaarlijk. En de afvallende bal, en dat zag je ook, is Van der Beukering, die ik eigenlijk de beste man van het veld vond. Erg gevaarlijk. Dat was hij zeker. Hij scoorde dan ook de 2-0, was betrokken bij de 1-0. We gaan zometeen uitgebreid terugblikken op deze wedstrijd. Interviews met de trainer, met spelers, misschien ook nog supporters. Dus blijf zeker kijken. Tot zo. Janssen Totaalwonen in Huissen. Daar vindt u alles onder één dak. 15.000 vierkante meter woonplezier. U vindt er alles op het gebied van keukens, meubelen, slaapkamers, badkamers, vloeren en woontextiel. Zelfs voor alle mogelijke accessoires voor uw keuken en woonkamer kunt u bij ons terecht. Kom naar Janssen Totaalwonen in Huissen en laat u verrassen door ons complete assortiment. Het gemak van alles onder één dak. Ik hou van lekker en van Scheffer. Janssen Totaalwonen in Huissen. Tweede kerstdag geopend vanaf 12 uur. I look back on yesterday. I see the smile on your face. Feel the strength of your embrace. I have it all. Ook als jij er straks echt niet meer bent, kun je ervoor zorgen dat zij door kan. Omdat er ook na de uitvaart nog zoveel betaald en geregeld moet worden, introduceert Dela het Leefdoorplan. Dela, voor elkaar. Dat is nou EP, want als het om de betere consumentenelektronica en huishoudelijke apparatuur gaat, is EP een van de grootste inkooporganisaties in Europa. En dat betekent een juiste prijs, de beste merken en de nieuwste modellen. EP, onze service maakt het verschil. Zaterdag super sale bij Carpetrite. Met 20% extra kassenkorting bovenop tapijt. Op topkwaliteit laminaat. Op prachtig vinyl. En op onze schitterende collectie vloerkleden. 20% extra kassenkorting. Alleen deze zaterdag bij Carpetrite. Rij Daihatsu. Ja, het feest is losgebarsten hier in de Nijmeegse Goffert. We gaan meteen naar de catacomben, want Jan Sommerdijk staat met de trainer, met Mario Been. Mario Been, dit is echt niet te geloven. Ja, dit is geweldig. Dit is voetbal zoals het gespeeld moet worden. We wisten dat het natuurlijk heel slecht was in Engeland. Dus we hebben gewoon in de rust gewisseld. En we zijn 1-1 gaan spelen tegen een ploeg als Udinese. Drie verdedigers achterin, ja, die hebben het geweldig gedaan. Die zomer, die knalde erin een paar keer. Ja, nee, goed, ze hebben het allemaal geweldig gedaan, maar wij moesten zo wisselen. Nou, dat is goed uitgepakt. Dan maak je 2 goals en dan maken ze daar 2-2. Dus ja, dit is super.
Is voor jou ook lekker natuurlijk. Colin John toch een probleemkind. En hij scoort dan uitgerekend die 1-0. Nee, dat zijn helemaal geen probleemkinderen. Het zijn allemaal volwaarde selectiespelers. En de een heeft wat meer aandacht nodig dan de andere. Dus wat dat betreft doe ik dat graag. Ja, en dan die krankzinnige minuut. Ineens wordt er gejuicht. 2-2 in Londen. En dan gelijk Johnny van Beukering voor de 2-0. Ja, nou ja, goed. Dan is het nagenoeg zeker. Dan moet je nog wel afwachten wat daar gebeurt. Maar wij hebben gewonnen. En dat is het allerbelangrijkste op dit moment. En dat heb ik ook gevraagd van ze. Ze hebben alles gegeven. Dus wat dat betreft, volop. Sowieso heel knap om zo'n Italiaanse muur te slechten. Want zij speelden puur op de verdediging. Absoluut, absoluut. Dus wat dat betreft denk ik dat wij het heel goed gedaan hebben. We hebben nagenoeg niks weggegeven. Nijmegen wordt helemaal gek. Nou ja, goed. Daar is voetbal voor uitgevonden. En dit gun ik ook een ieder hier. En lekker meeloten morgen. Dat is ook natuurlijk fantastisch. Dat is geweldig, ja. Dus ja, we gaan maar kijken wie we loten. Oké. Okay. Hey, ja, we gaan wel zien tegen wie we loten. Nou, wat ik al zei, morgen dus om 1 uur is die loting van de UEFA Cup. En we gaan eens kijken, eerst eens even kijken naar de doelpunten, Jan. Want jij ging ook helemaal uit je dak, zei je. Van Beukering, man of the match, zei je al. Hij was heel belangrijk, ook bij het eerste doelpunt. Dat werd gescoord kwartier voor tijd. Hier zien we het doelpunt in de maak. En een schot van Collins Jones. Ja. Heel alert gereageerd. En ik zeg nogmaals, als Colin John wat fitter wordt, dan kan dat een geweldig duel voorin worden. Want Van de Beukering is, wat ik al aangaf, in de 16 is hij levensgevaarlijk. Ja, hij speelde echt een hele goede, hoewel hij niet kopt hier, hè, op John. Ja. Maar goede uithaal. Hij wordt dus wel van richting veranderd. Hè? Hij wordt iets van richting veranderd. Hè? Nou ja, dat, vanavond zit alles mee, dus we maken het uit. Nee, maar dat hebben ze zelf afgedwongen. Dus dat is helemaal afgedwongen. Er is niets op aan te merken op de overwinning. Ja. Nou, Van Beukering had heel veel kansen. Speelde een goede wedstrijd. En ook voor hem kwam de beloning. Hè? 2 minuten na het eerste goal. Ook terecht voor hem, dat hij, een leuk voor hem dat hij scoorde. Ja, natuurlijk. Ook hij heeft het moeilijk gehad. Maar je ziet het weer, wat ik straks zeg. Als een bal in de 16 valt, dan is hij levensgevaarlijk. Hij schiet meestal voor de rust gaf die 1 of 2 rolletjes, maar hij is gewoon een hele linker spits is het. Kijk, die bal valt daar en gelijk pats, boom. En dat zijn de echte spits. Ja, wat eerste helft zagen we nog dat hij echt niet verder kwam dan de rand van de 6 te schieten. Nou staat hij er middenin en het is ook gelijk bingo. Nee, maar dat komt door het inbrengen van John kwam hij wat meer in de 16. En ja, nogmaals, hij is daar levensgevaarlijk. Ja. Nou, 2-0. Maar daarvoor was het toch even billen knijpen met het afgekeurde doelpunt van Udinese. Wat vond jij van dat afgekeurde doelpunt? Nou, het kwam zo dat El Aissoui, die was aan de rechterkant, was die op het middenveld. En zijn man was volkomen vrij. En ja, in mijn ogen was het in ieder geval geen buitenspel, maar hij gaf aan dat het handsbal was. Ja. Maar buitenspel zeker niet, maar... Het was een handsbal voor verloren. Ja, dit had dus het einde kunnen betekenen van het... Van de Europese Tour van NEC. En het zou heel onterecht geweest zijn. Want nogmaals, ze hebben er met z'n allen keihard voor gewerkt. En dik verdiend gewonnen. Ja, Udinese viel tegen. Ja, maar ik denk als we ze zondag weer op tv zien dat het weer een geweldige ploeg is. Dus dat is de verdienste van dit NEC. Ze hebben ze niet te laten voetballen. En we kunnen wel zeggen dat Udinese zwak was. Maar ik wil het deze keer toch de credits aan de ploeg van Mario geven. Dat NEC gewoon uitstekend gespeeld heeft. Ja. Van Beukering kreeg veel meer kansen. Ook die kopbal die maar net naast ging. Met die actie van Zomer. Komt hij weer? Ja. Ook weer een goede kans. Nee. Maar je ziet het, als er meer mensen in de 16 zijn, dan is de aandacht bij hem van de verdedigers ook wat minder. En dan is hij nog gevaarlijker. Hij, ja. Maar dat is zijn territorium, hè? Echt vlak voor het doel. Daar is Van Beukering scherp en goed. Als hij zorgt dat hij de kilo's eraf houdt, dan denk ik dat hij dit seizoen van heel veel waarde kan zijn voor NEC. Ja, ja. En dat blijkt. Dan hebben we nog die rare actie van met Wisgerhof. Met die doelman? Ja, dat vond ik ook een hele vreemde actie. Er gebeurt eigenlijk niks. Er gebeurt eigenlijk niks, maar nogmaals, ze raken geïrriteerd. Omdat ik de indruk heb die ik al voor de wedstrijd gaf, dat ze hier met minimale inspanningen een resultaat weg willen halen. En dan valt dat tegen. En dan, ja, het blijven toch Italianen. Bij het geringste minst zijn ze over de zijk heen.
Ja, hij ging uiteindelijk ook gewoon liggen volgens mij, die doelman, om een beetje tijd te rekken? Of... Nee, gewoon een fout maken en dan afschuiven op een fout, of zeg maar over een overtreding. Maar dat was een duidelijke fout van de keeper, die moet in de 16 die bal pakken. Ja. Die scheidsrechter liet heel veel toe in het begin. Hè? We zagen ook dat duel met Van Beukering en Domitsi in het strafschopgebied. Hij liet heel veel toe. Pas later werd hij wat strenger eigenlijk. Hè? Nou, ik vind wel dat hij een paar keer bij die tackles van achteren bij die Italianen toch duidelijk een gele kaart had moeten trekken. Kijk, een hard duel is niet erg, maar ze komen 3-4 keer op de Achillespezen van spelers. En ik dacht dat voor een paar jaar terug het gegeven was dat je een gele kaart kreeg. Ja, wat voor indruk maakte dat op jou? Dat hij dat ook op de wedstrijd, dat die scheidsrechter bijna nooit floot eigenlijk. Hè? Nee, ja goed, aan de andere kant krijg je natuurlijk wel een echte wedstrijd. Maar ik vind een echte overtreding van achteruit, die moet bestraft worden met geel. Ja, en dat deed hij eigenlijk vrij weinig. Ja, daarom, ik vond hem ook niet echt goed fluiten vandaag. Maar had het invloed op de wedstrijd? Nee, dat niet. Gelukkig niet. Maar ja, voor hetzelfde geld gebeurt dat wel. En verliest een speler van NEC het hoofd. En dan kun je met een man minder spelen. Want ik vond zelfs dat die nummer 6, die Domitsi, die solliciteerde ook erg naar een tweede gele kaart. Ja. Maar het verschil nou, hè, tussen NEC eerste helft en tweede helft, is dat puur het inbrengen van Collins John? Ja, je gaat wat anders spelen. Ze gooiden wat sneller de ballen diep. En daar stond John. En die kan door zijn lichaam kan die ruimte maken voor anderen. Kijk, echt goed voetbal heb je niet gezien. Het was meer strijd wie geleverd werd. Maar het was wel steeds in de 16 van de tegenstander. En ja, daar moet het ook gebeuren. Ja. Was het ook een beetje zo dat Udinese zijn al geplaatst, dat het ook een beetje terug te zien was? Ja, nogmaals, ze vielen mij erg tegen. Maar dan zou ik NEC tekort doen. Maar zoals ze zich hier presenteren, kan ik me niet voorstellen dat een topploeg uit Italië is. Je hebt zelf ooit eens een keer de finale gehaald van de UEFA Cup. Dat was met AZ. Wat doet dit nou met zo'n team? Je overwint, dat is hier natuurlijk al een mirakel. Ja. Wat doet dat met spelers en met de hele club? Ja goed, het is iets extra's. Hè. In de Nederlandse competitie kun je 10, 15 jaar spelen in Europa. Goed, met AZ in die jaren speelden wij elk jaar. Maar voor NEC, dat is iets aparts. Volle stadions, nieuwe ploegen tegen je. Dus daar krijg je een flow van. En het kan goed zijn als NEC een beetje een gunstige loting hebben, dat ze nog verder kunnen komen. Ja. En heeft dat nog ook gevolgen voor de competitie? Want dat zie je vaak dan, hè? Ja goed, ik wil al zeggen wij, maar NEC moet oppassen natuurlijk voor komende zondag. Dan komt ADO Den Haag. We gaan je even onderbreken, Jan. Want Jan Sommerdijk staat beneden met de doelpuntenmaker, of de maker van het eerste doelpunt. Collins John, jij bent een Europacup specialist. In Moskou al betrokken bij 2 goals, maar dit was nog veel belangrijker. Ja, ik weet niet als je het zo kan noemen. Ik weet wel dat het een hele belangrijke goal was. En voor mezelf, ik wacht al lang op mijn eerste doelpunt voor de club. Ik heb binnen door een moeilijke periode doorgekomen. Ja, en op dit moment scoren is echt top voor mezelf en voor de club natuurlijk. Je zag voor de wedstrijd hoe de mensen ermee bezig waren met deze wedstrijd. Ja, en dat we door kunnen zijn in Europa, ja, dus volgens mij is dat een historie voor de club en voor heel Nijmegen eigenlijk. En Gelderland. En het is gewoon, ik weet niet, ik ben zo dolblij met allebei de doelpunten en natuurlijk doorkomen van in Europa. Ja, jullie speelden al goed, waren de baas over Udinese, maar het bleef maar 0-0 en die andere tussenstand was zo ongunstig. Dat hadden jullie natuurlijk ook doorgekregen in de rust. Ja, op een gegeven moment, ik vond dat we eerste helft een beetje terughoudend speelden, maar we speelden op zich niet slecht. Maar ja, je bent afhankelijk van andere uitslagen en je hoorde op een gegeven moment dat het 2-0 stond voor de Russen. Ja, heb je niks aan een goede spel. Je hebt gewoon resultaat nodig. Maar ja, op een gegeven moment zei de trainer, ja, geen paniek. Je moet gewoon 2-0 alles op alles geven en hebben gedaan. En ik denk dat we verdiend 2-0 hebben gewonnen. Ja, want de Italianen, ze verdedigden eigenlijk alleen, maar ze deden niet veel. Maar ja, Italianen kunnen natuurlijk als de beste verdedigen. Toch hebben jullie de muur weten te slechten. Ja, Italianen altijd verdedigen en wachten op een counter. Fout van ons middenveld, dan zijn ze snel eruit. Maar ik vond Peter en Ramon, ja, ik weet niet, echt muur vandaag. Ze hebben fantastisch gespeeld. Ja, de hele achterhoede, keeper was ook goed vandaag. Dus ik vind dat we gewoon uiteindelijk verdiend hebben gewoon voor de Italianen. Ik vond gewoon dat we over 90 minuten gewoon de betere ploeg waren. Collins John, de maker van de 1-0. Zeer blij natuurlijk met dit fantastische resultaat. Terug naar Jacques. Ja, Collins John, maker van het eerste doelpunt. Hij is natuurlijk een zware, stevige jongen. Wat is dat ook zijn kracht in het veld? Nou, op dit moment is zijn fysiek zijn kracht. Hij is natuurlijk enorm groot en sterk in de lucht. Maar ik denk dat hij nog heel erg moet werken als een looparbeid. Want hij is natuurlijk een spits op dit moment. En wat vandaag goed uitkwam, die in de spits staat en vrij weinig beweegt. En ik denk in een normale wedstrijd dat een spits meer moet kunnen bewegen.
We hebben de maker gehoord van het eerste doelpunt. We gaan nu naar de maker van het tweede doelpunt. John van Beukering, hoe verdiend is dit? Nou, je doet het gewoon zelf. Je wint 2-0 en ik denk gewoon dik verdiend. Ja, de wedstrijd, de Italianen die waren alleen maar aan het verdedigen. En jullie kwamen er al een paar keer door. Je had wat kansjes voor rust, maar het wilde maar niet. Klopt, ja. Behalve kansen, één goede waar ik met de borst neem, dat ik hem tegen de keeper's knie aanschiet. De voorpaar slappe schoten die de keeper eigenlijk zo ook op kan rapen. En dan zie je op het scorebord dat 1-0, 2-0 is voor Spartak. Jij zag dat onder de wedstrijd? Ja, dan denk je, hoe kan dat nou? Weet je? Je speelt zelf goed, je geeft bijna geen kansen weg. En ja, tweede helft, ja, je weet dat hun 2-0 voorstaan. Dan ga je alles of niks spelen, Collins John komt erbij. Ik ga 1-op-1 voorin spelen, vol druk zetten. En, ja, we bleven maar drukken, we bleven maar gaan. En op een gegeven moment kwam die 1-0 van Collins. Waar ik, ja, ik denk ook nog een goed duel in ga waar die bal voor Collins' voeten komt te liggen. En volgens mij 5 of 6 minuten na dat de cornerbal afgeslagen was, schiet ik met links in. En dan hoort 2-0 en dan weet je gewoon zeker dat de buit binnen is. Ja, want op dat moment ook vlak daarvoor enorm gejuich in het stadion. Had je al door van dit zit nu goed in Londen? Ja, we hoorden via de bank dat het 2-2 stond, maar volgens mij stond bij ons ook nog 0-0 toen op dat moment. Net 1-0 en toen kwam meteen de 2-0. Oh, oké, okay, ja, ik had dat verkeerd gezien. Maar ja, toen kwamen we op 1-0 dan. En ja, je weet eigenlijk niet wat je moest doen, maar ja, we bleven eigenlijk gewoon druk naar voren zetten. En zoals ik zeg, kwam gelijk die 2-0 eroverheen. En toen wist je van, nou zit het wel goed. Dat was John van Beukering, de Europese topscorer aller tijden nu ook van NEC. Want dit was zijn derde goal en dat heeft nog niemand voor NEC gepresteerd. Terug weer naar Jacques. Ja, dat was John van Beukering enorm belangrijk aan het worden, hè, voor deze club. Nou, ik heb al aangegeven, ik vond het de man van de wedstrijd. Er is vaak kritiek op hem geweest, hè, maar in deze wedstrijd bewijst hij toch zijn enorme waarde. En, ik hoop nogmaals dat hij op dit gewicht blijft en dat hij ons nog veel mooie doelpunten kan geven. Ja, als we nou het rijtje even kijken. CSKA Moskou, Sint-Etienne, HSV, Woodburg, Udinese, Standard Luik, Sharkov en Manchester City. Nou, ja. Jan, als jij nog mag loten morgen, je mag het een beetje regelen. Ik hoop in ieder geval niet dat het Moskou wordt. Dat zijn we al geweest, hè? Ja, dat zijn er zeer geweest. Ik zou Manchester City een geweldige uitdaging vinden. Omdat geweldige ploeg qua namen en entourage in Engeland is altijd geweldig. Dus zou ik een mooie loting vinden. Ja. Maken ze dan nog enige kans tegen dit soort ploegen? Nou, ik weet het niet. Ik vind op dit moment dat NEC en ook in de Nederlandse competitie, dat NEC gewoon iedereen kan kloppen. En ik zou niet gek op kijken dat ze dit jaar ook bij de eerste 5 in de competitie komen in Nederland. En wie weet in Europa met een beetje geluk. Want vandaag ook wordt het 1-0 voor Udinese. Dan zijn we weg en nu zijn we ronde verder. Ja, nou ja, we maken het uit. NEC is door. Morgen wordt er geloot. En ik denk dat heel wat bedrijven in Nijmegen morgen wachten op personeelsleden. Maar dat zal nog behoorlijk gefeest worden. Ik zal de namen nog even heel rustig noemen. Terwijl u ziet hoe het feest losbarstte in Nijmegen na de wedstrijd. CSKA Moskou, Sint-Etienne, HSV, Wolfsburg, Udinese, Standard Luik, Sharkov en Manchester City. Dat zijn de mogelijke tegenstanders van NEC in februari. Morgen om 1 uur is de loting. Dan is bekend tegen wie NEC moet spelen. En u ziet het feest gaat nog even door hier in de Goffert. Terwijl u weer even kijkt naar ons. Maar het feest zal hier nog zeker even doorgaan. En iedereen zit gespannen voor de buis morgen. Tegen wie zal NEC loten? Want het feest is nog lang niet voorbij in Nijmegen. Het Europese seizoen is nog niet voorbij. Het droomjaar, het superjaar, zei Frank, 2008, komt echt tot een prachtig eind. Ik ga bedanken Jan Peters voor je analyse. Bedankt voor je komst. Ik dank u voor het kijken. En wens je nog voor het late uurtje wat er nog is, nog een hele prettige avond. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schonenberg Reclame in Druten en de slaapspecialist in Drempt.